Eindstand heb je een hele tas vol. Ooit hou je je kind voor het laatst vast en dan heb je het niet eens door. Ja, dat is wel zo. Happy Halloween! Nee, ik wil niet dat je in beeld komt. Zonder. Waarom? Goedemorgen, wij beginnen deze dag met een dansfeestje. Perfect begin van de ochtend. Zijn we er klaar voor? Ja. Klimmen. Wat doe je toch? Zoeken. Wat doe je? Walla 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 walla. Wij hebben net Revi naar school gebracht. Leo zit ook hier, vandaar wij. Ik had de vlog natuurlijk al even geopend, lekker hysterisch. Maar ze vinden het dus helemaal leuk om zo'n dansje te doen. Voor het slapen en gelijk als ze wakker worden. En ik moet zeggen, het is een goed begin van de dag, want je hebt gelijk een beetje beweging gehad. Het is echt heel erg leuk. Het is best wel veel bewegen. Soms zijn we ook alle drie buiten adem. Maar het is een hele leuke manier om dus al bezig te zijn met sport en beweging. Maar dan op een hele gezellige manier. Verder is het vrijdag. Ik heb weer een week overgeslagen met vloggen. En ik weet ook, je ziet hoe moe ik ben. Maar ik ben echt wel weer op het puntje van, ik weet niet meer hoeveel moeier ik nog kan worden. Alles wat betreft mij is aan het wegvallen. Ik was natuurlijk 3 keer in de week aan het sporten. Dat doe ik nu al een maand niet meer. Heel af en toe ging ik onder de zonnebank. Hoe slecht het ook is. Maar dat deed heel goed voor mijn pijn in mijn lijf. Dat deed ik 1 keer om de 2 weken. Dat doe ik niet meer. Gezichtsbehandeling doe ik niet meer. Rustig in mijn uppie boodschappen doen wanneer hun slapen. Kan niet meer, want ze liggen op bed en dan ben ik thuis. Alles wat betreft zeg maar mijn eigen self-care, dat is gewoon heel erg aan het wegvallen. Ik merk ook dat ik heel slecht aan het eten ben. Zeg maar, of niet, of heel veel en slecht. En dat zijn echt oude patronen van mij. Zo? En die herken ik heel goed. Niet op mijn oog? Niet op je oog, nee. En dat doet het heel zeer. Ja, dat doet zeer. En dat vind ik ook heel gevaarlijk, dat ik het herken, maar ik kan er ook niet heel veel meer aan doen. Ik ben gewoon te moe om er iets aan te doen. Eigenlijk wilde ik gisteren al gaan beginnen met vloggen. Want ik vind het toch heel fijn om gewoon lekker mijn verhaal te doen. Maar ik vind op dit moment ook weer dat ik er zo slecht uitzie. En dan voel ik me slecht en dan zie ik er slecht uit. En dan denk ik echt, gadverdamme. Vanochtend ook ongesteld geworden. Ik ben standaard echt al jaren, zelfs na mijn zwangerschap, was dat heel snel weer normaal. Elke 17e of 18e van de maand word ik ongesteld. En nu was het de eerste dat ik ongesteld werd. Dat ik dacht, hè? Zo raar allemaal wat voor signalen je allemaal van je lijf krijgt dat het dus niet goed gaat. En dan blijf je zelf nog een beetje in overdrive staan. En dan weet je, net als nu, dat ik weer merk dat ik heel erg afgesloten ben. Het enige verschil is dat ik nu weet waar het vandaan komt. En dat ik ook niet zo streng voor mezelf ben. Nu nog even een was opvouwen. Ik heb koffie. Het is, even kijken, bijna 9 uur. Vanmiddag gaan we naar de oude gastouder van de kindjes. Want dat vind ik wel leuk. 1 keer in de zoveel tijd om even langs te gaan. Voor nu vind ik het gewoon heel fijn om weer even te praten met jullie. I'm still standing. Yeah, yeah. Ik ben met mijn broek binnenste buiten gegaan. Nou ja, gelukkig heb ik een lange jas aan. Maar kijk, ik zie het nu pas. Dit is de binnenkant. Zie je dan ook? Ja, dat zie je ook. Nou, gelukkig had ik die lange roze jas aan. Ik vind het in ieder geval leuk dat je er weer bent. Ik waardeer je echt enorm. Als kijker, maar ook alsgene die reactie achterlaten. Ook als je geen reacties achterlaat, maar toch telkens weer kijkt. Ik merk dat ik de laatste tijd heel veel reacties heb met, hé, ik laat nooit een reactie achter, maar ik wilde me toch even laten horen. En ik waardeer het echt heel erg. Trigger warning, ik heb mezelf niet klaargemaakt. Ik heb er zo geen zin in. Leo zit weer op de draaimolen. Hi! Helemaal leuk. Ik dacht, wat gaan we nou doen met dit weer? Ik ga even naar de intratuin. Vindt hij ook altijd leuk. Er is genoeg voor hem hier. Alleen onze intratuin is altijd een beetje saai. Wij hebben niet dat wauw effect. Al vindt Leo dit wauw effect. En dat is ook genoeg. Als ik dit zie, dan zou ik echt willen dat ik de ruimte ervoor had in huis. Kijk nou. Ja? Ben je erop? Ja? Wauw. Dat is mooi. Dat is water. Triceratops. 2 triceratops, hè? Zijn eerste gekozen kerstballen. Ja, hij ziet alle dino's. Hij zou ze het liefst allemaal willen. Ik heb blauw triceratops.
Een blauwe triceratops, ja. Een blauwe triceratops. Kijk hoe mooi het hier is. Parasaurolophus, hè? Die heb je ook. Zo schattig. Zo schattig. Wat is dit? Mag ik een hapje? Nee. Leo heeft zijn kerstballen al uitgekozen. Twee keer een dino. Mochten eigenlijk maar één. Maar ze waren allebei wel heel erg leuk, hè? Je hebt ook allemaal gouden of groene glitter op je gezicht. Ja. Mama, ik... Dit doet uit. Ja. En dan gaan we zo meteen lekker naar huis en dan ga jij het slaapje doen. Ja. En als we Revi ophalen, gaan we naar Alice. Naar Alice. Wachten, we eten maar even die oliebol hier, want het regent. Dat is oliebol. Dat is een oliebol, ja. Hm. En je kan nergens echt lekker zitten. We hadden bij Intratuin wel even gezeten. Hadden we zo een ontbijtje. Ik denk niet dat iemand hier echt op zit te wachten. Waarom? Oh. Yay! Ik wilde dus zeggen hallo, het is inmiddels zaterdag. Er zit al bijna een hele dag op, want het is 3:30. Hun zijn met z'n drieën naar Balor geweest. Ik heb een adventkalender gefilmd, die van Lovies. Die staat ook al online. Want ik kreeg hem binnen en toen dacht ik, ja, die wil ik online hebben. Maar ik kreeg vanochtend een mail van HelloFresh dat mijn box geleverd wordt. En toen dacht ik, ja, die ben ik vergeten af te zeggen. Dus ik heb ook niet zelf een menu gekozen. Ik heb hier weer een hele doos. En ik ben echt benieuwd wat ze gestuurd hebben. Dit is mij één keer eerder overkomen dat ik het vergeten was. En toen zaten er twee dingen bij dat ik echt dacht, oh nee. Ik heb hier de menus. En dan ga ik even kijken wat erin zit. We hebben een tostada met gekruide kip gehakt en cheddar. Oh, dat ziet er wel heel lekker uit. Midden-Oosters gekruide roerbak met witte grillkaas. Dat is weer die lekkere kaas. Oké, maar dit gaan de kinderen sowieso niet eten. Dan hebben we loaded vegetarische nachos. Oh. En farfalle. Pasta, gewoon stukjes pasta. Met kip gehakt in roomsaus. Oké, nou ja, dat is het. En dat klinkt eigenlijk alsof ik het in ieder geval allemaal lekker vind. Misschien kunnen we vanavond die nachos eten. Nee, die andere klinkt lekkerder. Nee, ik wil niet dat je in beeld komt. Zonder. Dus dat gaat Mitchell zo meteen even maken. Nee, dit is heel leuk. Dit is hoogwaardige content. En ik heb dus nog iets binnengekregen van Riviera Maison. Want die hadden mijn adventkalender unboxing gezien. En die zeiden, hey, wat leuk dat je nu wel enthousiast bent. Mogen we je nog wat items toesturen van de kerstcollectie? En toen dacht ik, ja zeker mag dat. Zomaar. Kijk. Oh ja, nou hij hoort het gelijk al. Het is geen adventkalender, schat. Oh, dat is zo leuk. En dit is dus hetzelfde als die adventkalenders. Maar dan een grote schaal. Kijk. Dat is de glas. Is zo leuk. Maar die kan stuk. Ja, die kan heel makkelijk stuk, schat. We hebben een kerstboom gekregen. Oké. Ja, hier hebben we een zwak voor. Oh my god. Wauw. Daar kan de steek in om te wassen. Ja, lijkt wel op een spons, hè? Kijk hoe leuk. Kijk dat dan. Dit is wel echt heel mooi. Die zijn wel gaaf, die kunnen in de kast. Oh, wacht even. Zit er nog wat in? Ja. Oh, er zit nog wat in. Ja. Nice. Ja, deze vind ik heel mooi. Ook met licht? Ja. Oh ja. Ik kan ook de lucht houden. Ik ga hem even goed laten zien dan daar. Laat maar zien. Oké, dat is dus de pons. Dat is ook glas, hè? Wauw. Het zit ook vol met glitters. Die aan. Ja, er zit geen batterij in. Heb je een mooie spons? Ik moet dus naar de IKEA. Ik probeer deze zin al 3 keer opnieuw te doen. Doe maar. Ik vind dit, net als Finaste, vind ik dus heel leuk dat ze wat nasturen. Ik vind dat dus, ja, gewoon heel bijzonder. Ja, en dit vind ik gewoon echt heel erg mooi. Love it. Je kan het bijna niet zien tussen al deze zooi. Het huis is ontploft. Ik hield het 4 weken bij. Nu ben ik het kwijt. Change of plans. We gaan als een echt koppel gaan we uit eten. Als vrienden. En even een tip.
als je in Lelystad woont, kinderen tot en met 12 jaar, die eten dus de hele maand november gratis bij Next. En dat zit dus naast Batavia Stad. Kijk, eens heel chill. Daar zit Batavia Stad en hier zit Next. Oké, wij zijn weer thuis. Dat was echt een aanrader. Ze hebben niet heel goed gegeten. Ik denk dat Revi niet helemaal lekker is. Leo heeft wel goed gegeten en wij hebben ook heerlijk gegeten. Ik had zalm en hij was echt heerlijk. Nu is het zo dat Mitchell hier blijft slapen, wat ik heel erg fijn vind. Maar ik ga wel naar zolder. Dus ik slaap alleen en hij is er dan meer om de kinderen in de ochtend te doen. Want ik wil ook wel weer een keertje uitslapen en even een rustige ochtend hebben. En hij bood het zelf aan. Dus dat vind ik ook wel heel erg fijn. Dus ik heb daar al mijn slaaptheetje staan. Oh, en heel veel afwas. Ik heb daar al mijn slaaptheetje staan. Dat is dus snore en relax. En ik vind het gewoon heel erg lekker als de kindjes op bed liggen dat ik even lekker een theetje heb. Maar wij hebben dus nog een film van vorige week die we afkijken. Want hij is hier natuurlijk alleen in het weekend. En ik slaap vroeg. Want ik ben een oude moeke geworden. Ik ben gewoon heel snel moe. Dus ik neem straks lekker mijn thee. Die film duurt nog 3 kwartier. En daarna ga ik naar bed. Maar ik dacht, ik deel even iets wat ik sinds een weekje gebruik. En een week is op zich wel kort om mijn mening te geven. Maar ik ben zo te spreken hierover. Dat ik dacht, ik ga het toch even delen. Vorige week had ik een Halloween feestje. En normaal na een feestje ben ik heel erg wakker. Je zou denken, je komt om 2 uur thuis, je bent kapot. Ik ben wakker, ik hoor muziek nog in mijn hoofd, ik heb adrenaline, ik ben hyped. En dan ben ik zo moe dat ik dus gewoon niet kan slapen. Nu wist ik dat ik CBD-olie zou ontvangen. En dat was die dag binnengekomen. Dus ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Ik nam een theetje, ik nam mijn druppeltjes en ik heb geslapen. Je wil niet weten. Volgende dag, nergens last van, geen sloom of naar gevoel. Terwijl ik het wel heel spannend vond, want CBD-olie, dan denk je toch gauw aan, je wordt helemaal Stony Maloney. Maar dat is dus niet zo. Het is de CBD-olie van NCY. Zo ziet het eruit. Dit is dan 10%, maar je hebt ook 5%. Dus als je lager wil beginnen, dan kan dat ook. En wat fijn is, is je bepaalt zelf de dosering. Wil jij 2 keer per dag 5 druppels gebruiken, doe je dat. Maar ben je net als ik toch een beetje scary chicken, dan doe je er gewoon 2. Ik begon dus die avond, of tenminste nacht, hoe je het maar noemt, begon ik gewoon met 2 druppeltjes. En dat was wat dat betreft prima. Maar omdat ik vanavond lekker op zolder ga slapen, ga ik er denk ik 4 gebruiken. En wat ik heel fijn vind, deze is met strawberry. Het wordt een beetje moeilijk te laten zien, omdat het al donker is, maar dit is dus de full spectrum strawberry. En ik kan niet zo goed tegen de originele geur en smaak van CBD olie. Dat is deze. Dat ik het dus heel fijn vind dat er een smaakje aan zit. Of in ieder geval geur. Want het enige wat je hiermee doet is een paar druppeltjes. Ik begon dus met 2, maar nu ga ik er 4 doen. En dat doe je onder je tong. En dan was dat het. Dat is eigenlijk het enige wat je doet. Er staat bij dat je het beste kan nemen met een maaltijd. Omdat je lichaam het dan beter opneemt. Maar dat heb ik tot nu toe eigenlijk nooit gedaan. En ik vind het heel erg lekker werken. Het is niet zo dat je niet alert wordt. Ik bedoel, ik hoor nog steeds alles. Ik ga het ook even oplezen, omdat ik hier gewoon geen expert in ben. En ik wil wel de juiste informatie geven. Onze 10% CBD-olie bevat alle cannabinoïden. Geen idee hoe dat uitspreekt. Het klinkt wel alsof ik het goed zeg. En terpenen. Terpenen die je nodig hebt om de voordelen van hennep te ervaren zonder het psychoactieve deel THC. Dus je wordt er gewoon niet stoned van, je blijft nog alert, je bent nog wakker, maar het zorgt gewoon voor iets meer rust in je lijf. Gewoon een beetje innerlijke rust en dat is iets wat ik sinds de laatste 4 weken gewoon heel weinig ervaar. De situatie waarin we zitten is natuurlijk heel gek. We gaan nu de 5e week in dat ik alleen ben en het is heftig. Het is veel en als Mitchell er dan weer ook zo'n dag is, dan is het wel gezellig. Maar aan de andere kant denk ik, dit klopt niet. Ik weet niet wat ik wil. Ik weet het gewoon niet. Ik ervaar heel veel
onrust in mijn lijf. En dit zorgt gewoon net even voor een heel klein beetje een zacht laagje eromheen. En ze zeggen ook elk lichaam is anders. Dus waar ik al best wel veel voel met 2 druppels, heeft de ander er 5 nodig. Ik denk wel als je dit wil gaan gebruiken, dat je even goed research moet doen of het wat voor jou is. Op de site van NCY kan je heel veel informatie vinden. Je kan er ook altijd terecht met je vragen. Ik ben natuurlijk geen dokter. Ik zou ook nooit zeggen, oh, gebruik dit en dan zijn je slaapproblemen opgelost. Absoluut niet. Mocht je het wel willen proberen en je gaat er meer over lezen, dan heb ik een kortingscode Rebecca10. Maar nogmaals, kijk echt even of het wat voor je is. Ik vind het in ieder geval heel erg fijn spul. Het is ook iets wat je wel op een langere termijn kan gebruiken. Het is niet eenmalig en dan slaap je voor de rest van de tijd lekker. En sterker nog, als je het langer gebruikt, zal je ook betere resultaten zien. En daarvoor gebruik ik het gewoon nog niet lang genoeg. Want ik ga dan vanavond 4 druppels doen, maar ik heb geen idee hoe ik daarop reageer. Misschien vind ik het te. Misschien gebruik ik er toch liever 2. Dat weet ik nog niet. Ik zal in ieder geval het linkje in de beschrijving zetten met mijn kortingscode. En dan ga ik zo meteen lekker mijn avondtheetje nemen. En dan dit innemen. En dan heb ik helemaal zin om gewoon lekker te slapen. Mitchell is nu volgens mij chips halen. Daar had hij zin in. En ik zeg, nou ja, doe dan maar cola als je toch gaat. Dus wij gaan lekker de bank op. Filmpje kijken. Oh, deze keuken kan echt niet. Ik heb morgen heel veel op te ruimen. Zie ik eruit alsof ik goed heb geslapen? Want dat heb ik niet. Het was echt een nacht dat ik dacht, dit heb ik al heel lang niet meer gehad. Leo die werd vannacht wakker, echt helemaal hysterisch. En ik sliep natuurlijk lekker op zolder, maar ik dacht, die gaat niet meer slapen. Dus ik heb Leo bij me genomen. Revi dan bij hem in bed. Dus ja, eindstand, ik heb geen oog dicht gedaan. Want ik kan gewoon niet zo goed slapen als Leo naast me ligt. Ik ga nu even als een speer hier het huis opruimen. Tenminste, oppervlakkig. Niet helemaal spik en span. Want zometeen, Mitchell neemt Reefje even een uurtje mee naar Belorg. En dan ga ik het hier opruimen. Decoreren. Een beetje een soort van Halloween feestje. Want ze hebben zoveel zin in een Halloween feestje dat ik dacht, dat gaan we doen. Ik weet namelijk niet of ik het al zei in deze vlog. Maar Reefje was vorige week heel verdrietig dat wij een Halloween feestje hadden. Hij vraagt al maanden, hoe lang moeten we nog slapen voor Halloween? En toen hadden wij ineens een Halloween feestje. En toen was hij dus echt heel erg verdrietig. Dus ik dacht, weet je, wij gaan ook gewoon een Halloween feestje vieren. Ik ben helemaal klaar. Ik heb weer glitter op mijn oog. Ik vind het echt helemaal leuk. Het huis is ook klaar. Revi is hier ongeveer met 2 minuutjes. En ik vind het echt heel erg leuk geworden. Ik denk dat hij dit ook echt heel leuk vindt. En we gaan met de kinderen koekjes decoreren. En we hebben cake. En ik heb ook een taart in de vorm van een draak. Ik heb een outfit aan van een van de eerste keren dat ik een Halloween feest gewoon bij ons thuis gaf. Revi is er. Ik ben zo benieuwd wat hij ervan vindt. Hoe vind je het? Leuk. Ja? Vind je het mooi? En wat ga jij aandoen dan? En Mario. Mario. Jij bent heel mooi. Ja? Jij ook, schat. Ik vind jou heel mooi. Met mij. Wat een mooie foto's. Wauw, kijk nou. Oh my god. Ja, papa ook een heks. Papa is ook een heks. Papa ook een heks. Wauw, Leo. Leo, kijk wat ik ben. Happy Halloween. Wow. Ja. Ja. Leuk dit. Is echt leuk. Eerst dacht ik, ah, wat een gedoe. En dan zie je dit en dan denk je, ja, hier ja, dat is leuk. Oh, happy. Hij zei het net ook. Ik vind het echt leuk. Vind je het echt leuk, Levi? Ja, hè? Ik herken je gelijk. Ja, hè? Je komt gewoon als jezelf. Ja, ja. Hij is zo verwarrend voor kinderen. Ben je met de buizen? Ik kan eigenlijk wel als mens zijn, maar ja. Zwart haar staat je eigenlijk wel. Wel? Ja. 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 Kijk eens. Het is de after. De after party. Allebei helemaal kapot.
Wij zijn in Almere en alles gaat pas laat open. En dat was ik vergeten. Behalve TK Maxx en dan gebeurt dit. Wat mooi. Wel lekker warm, hè? Ik kan het. Yay! Leo en ik, nou ja, eigenlijk gewoon ik, heb best wel veel gekocht in Almere. Wat niet helemaal de bedoeling was. En het ligt nog allemaal in de auto, maar ik heb het zo koud. Ik heb gewoon nu voor het eerst de verwarming aan. Er kwam net nog een nieuwe adventkalender binnen van Kiko. En deze ziet er echt heel mooi uit. Tenminste, ik heb de binnenkant nog niet gezien. Maar ik heb hem wel op plaatjes gezien en daar ben ik heel erg benieuwd naar. Wij hebben net gegeten en we hadden dit gemaakt. Nou ja, Mitchell heeft dit gemaakt en het was zo niet normaal lekker. En ja, Mitchell is er weer. Ik heb een DM gehad vandaag. Ik ga het er zo over hebben. Ik ging echt stuk. Mensen denken mijn hele leven te weten. Maar goed, dat hebben we er zo nog even over. Ik moet even douchen, want mijn haar is een beetje vet. En we hebben morgen een fotoshoot. Dus het is wel verstandig als ik dat even doe. Maar dit was echt goddelijk. En nu is het tijd voor onze dagelijkse vitamines van Yummy Gums. Ik neem elke dag 2 keer deze hair vitamins. Deze zijn zo ontzettend lekker. Het zijn een soort snoepjes. En wij hebben er echt een routine van gemaakt dat dit gewoon na het avondeten is. Zo zien ze eruit. En ik heb het al eens eerder gezegd. Zelfs mijn kapster raadt dit aan. Want iedereen denkt waarschijnlijk ja, 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 placebo. Het zal allemaal wel. Maar sinds ik dit gebruik, merk ik echt een verbetering van mijn haar. En dit is niet alleen goed voor je haar, maar ook voor je huid en voor je nagels. En mijn kapster heeft er geen baat bij om te zeggen dat het echt werkt. Het levert haar niks op. Dus als ze dat zegt en ik zie haar haar, dan geloof ik dat echt wel. En hier zit onder andere vitamine C, vitamine B6 en biotine in. En dat zorgt dus voor alle benefits die je nodig hebt. Voor de kinderen heb ik dus deze. En daarvan mogen ze 1 per dag. Het is gewoon een aanvulling op je voeding. Dus natuurlijk is het belangrijk om wel gewoon goed en gevarieerd te eten. Maar daarbij is dit gewoon een hele fijne aanvulling. 1 per dag suikervrij. En ook zij vinden het heel erg jammer dat ze er maar 1 op een dag mogen. Vitamine B12 en vitamine C vind ik zelf gewoon heel erg belangrijk. Om vooral tijdens deze donkere periode goed aan te vullen. En in 1 zo'n potje zitten dus 60 gummies. Dus eigenlijk goed voor 60 dagen. Maar ik heb 2 kinderen, dus 30 dagen. Dus dit is wat wij standaard gebruiken. Kom je vitamine eten? Ja! Kom! Mario gaat ervoor op pauze, want ze willen er echt wel eentje. Deze ruikt echt heel erg lekker. Dit is met aardbei. Ik heb dus framboos. Astu? Jij ook? Ze eten nog een appel. Snoepie. Snoepie. Zie, ze hebben letterlijk het idee dat er snoepies zijn. Laten ze dat maar lekker denken. Ja, het zijn snoepies. Het is ook letterlijk net zo lekker als een snoepie. Dus nogmaals, Rebecca 10 krijg je 10% korting dus bij Yummy Gums. Ze hebben verschillende soorten, ook speciaal voor moeders. Maar als ik er eentje aan mag raden, dan is het echt deze. Biotine en selenium. En dat is gewoon echt heel erg goed voor de bevordering van je haar, huid en nagels. Dus dat zijn deze. En over haar gesproken, ik ga nu echt douchen. Want over een half uur moeten de kindjes naar bed. En dan moet ik dus mijn haar gewassen hebben en gefeund. Dat gaat niet lukken, maar goed. Het is een illusie. Tijd is een illusie. Ik ben gedoucht, dus ik ben een beetje ontploft. En ik heb dus weer een parel van een DM binnengekregen. Volgens mij ben je gewoon views aan het trekken en zijn jullie gewoon bij elkaar. Ik had jou altijd heel hoog zitten qua eerlijkheid, dus dit vind ik echt heel raar. Tijd om eens eerlijk te zijn. Wat? Wij zijn views aan het trekken. Wij zijn helemaal niet uit elkaar. Blijkbaar is hij hier nog steeds heel vaak. Alles voor de fame. Ik dacht echt, are you kidding me? Ja. Jij vraagt vandaag, mag ik Reefje ophalen? Wie ben ik om te zeggen nee? Nee, mag niet. Nee. Je mag je eigen kind niet ophalen. En dan is het heel raar voor de kinderen vooral, als hij dan, dat jij Reefje ophaalt, je komt thuis en je gaat weg. Ja, dan breng ik hem thuis en dan ga ik weer, doei. Dus dan blijf ik gewoon nog even. Ja, mee eten en dan weer naar huis. Het is... Mensen maken het zo moeilijk. En iemand zei ook, hallo, wanneer krijgen we nou eindelijk eens een update over jullie break-up? En toen dacht ik, nou zeg, volgens mij zie je genoeg van ons. Ik heb mijn moeder even opgehaald. Hier is mijn moeder. Hallo. En moeder. Ik kreeg gisteren een pakketje binnen van Zara. Van de Zaar. Want ik heb morgen een fotoshoot met de jongens. En ik dacht... Morgen.
Ja, woensdag. Oh ja, woensdag, sorry. Ja. Kijk nou, dat is toch leuk voor kerstshoots. Oh. En ik zelf heb dan een beetje een bruin-gelige jurk aan. Ja. Dat was vorig jaar. Dat is nog steeds een van mijn favoriete foto's. Kijk, hij had helemaal geen krullen. Gek, hè? Gek, hè? Ja, het was een nuurtje. Een nuurtje, ja, maar wel een lief nuurtje. Nou, schattig, nuurtje. Dus ik heb voor hun allebei dezelfde. Is wel heel leuk. Ze hadden niet de kleinste maat, maar wel deze. Oh, die is toch enig. Ik vind het heel leuk. Echt heel leuk. Ik zag hem, ik dacht, nou, er staat nog net geen reden. En die was van Bibra. Ja. Ja, van de Bibra. Kan je nog herinneren dat ik dit maatje had? Ja. Kon je me zo vasthouden? Oh. Het lijkt me heel raar om een kind te hebben van deze leeftijd. Ja, je groeit erin mee. Ja, dat wel. Maar ik vind dit al echt groot. Het zou raar zijn als ik je nu nog kon vasthouden. Probeer eens. Kom maar. Kom maar. Ja. Nou, bijna echt. Ja, dat zou wel... Nou ja. Ja. Weet je, dat las ik dus een keer ergens. Nee, dat hoorde ik op TikTok. Ik zeg altijd dat las ik, maar het was gewoon een TikTok. Ooit hou je je kind voor het laatst vast en dan heb je het niet eens door. Ja, dat is wel zo. Ik zou het niet kunnen herinneren. Nee. Wanneer was nou de laatste keer dat je me lekker troostte, optillend? Ja, optillend. Ja, dat kan nog wel, maar dan zit je zelf. Je is heel anders. Het is niet meer dat je denkt, oh. Nee, hoe vaak ik Leo inderdaad vast heb terwijl hij huilt of verdrietig is en denk, dit lijkt mij zo fijn. Ja. Als je dan zo klein bent en je wordt opgetild. Ja. Of je hebt geen zin om te lopen en dan word je gewoon getild. Oh, dat is toch heerlijk. Ja. Ik zou nog even laten zien wat ik bij de Primark en bij TK Maxx heb gekocht. Ik ga volgende week, nou ja, over anderhalve week ga ik naar New York. En ik wilde heel graag twee van die flinke sjaals. Dus ik ging eigenlijk gewoon naar de Primark voor sjaals. Maar ja, dan gebeurt dit. Eindstand heb je een hele tas vol. Het valt op zich wel mee. Bovenaan ligt een spons. Deze wilde Leo heel graag hebben. Dan deze kaars. En dat is dus een nepkaars. En deze wil ik op de salontafel. De kinderen weten in principe dat ze kaarsen niet mogen aanraken. Dat het heet is. Maar ik durf het toch niet op de salontafel aan te doen. Want Leo is zo iemand dat als ik op de wc ben, dat hij toch even gaat testen. Want ik zie het toch niet. Dus dit lijkt mij een stuk veiliger. 5 euro. Nou, helemaal leuk. Die heb je ook bij het tuincentrum voor het dubbele. Ik heb hier een stukje kaasstengel. Dan zag ik een hele fijne pyjama. En deze gaat ook lekker mee naar New York. Want ik zie ons gewoon al samen zitten op de hotelkamer. Echt, ik heb zoveel zin in New York. En ik ga ook met een van mijn allerliefste vriendinnetjes. Wij zijn allebei wel heel erg van de rustmomentjes. En als we dus een lekker koffietje kopen, terug naar de hotelkamer gaan en lekker gaan chillen. Ik zie het gewoon, ik kan gewoon emo worden als ik eraan denk. Ik vind het zo leuk. En het is dus gewoon zo'n two-piece met een broek en een shirt. En dit is gewoon echt heel erg lekker om mee te nemen. 16 euro. Dan, ook voor New York, nam ik deze handwarmers mee. En dit vind ik gewoon echt heel erg leuk om te hebben. En deze kan je dus over en over gebruiken. Dan sjaal nummer 1. En deze is ook... Oh, er zit ook een random dino op. Die kochten we bij de Intratuin. Hier staat ook echt op oversized. En dat is precies wat ik wilde. Die is 8 euro. En ik koos ook deze witte sjaal. En ik denk dat het gewoon dezelfde zijn. Ja, dat denk ik wel. Dus deze ook 8 euro, ook oversized. Nou, helemaal lekker. Dus hier ging ik voor. Maar ik zag ook nog deze handige handschoentjes. Wat dus gewoon van die wanten zijn. Nee, handschoenen. Maar dat kunnen ook wanten worden. Oh, deze zijn helemaal stuk. Oh nee, niet. Het is gewoon een los draadje wat eraan hangt. Dan gaan we door naar TK Maxx. En daar kocht ik een kaarsje. I know, is niet meer de bedoeling. Maar het is al gebeurd. Dit is de Merry Christmas. En ik vond deze zo mooi eruit zien. Vorig jaar heb ik best wel veel kaarsen opgebrand. Dus vandaar dat ik dacht, dan mag ik wel een nieuwe kopen. 5 euro. En deze ruikt heel erg lekker. Ja, echt heel erg lekker. Ook nog 2 kaarsjes voor een van jullie. Een tijdje geleden deelde ik op Insta. Als je met mijn code bestelt bij Wild. Dus de nieuwe Pumpkin Spice geur. Ga ik een pakketje verloten in het thema Pumpkin Spice. En ik heb zoveel aanmeldingen gehad. Dat ik dacht, ik ga er gewoon 2 maken. Dus ik maak 2 pakketjes. Maar ik dacht, daar moet een kaars bij. Nu is al het Pumpkin Spice alweer uit de winkel, want ze maken plaats voor kerst. Maar ik zag wel deze Cinnamon Allspice kaarsen, dus ik dacht, dat doen we erin. Zo zien deze eruit. Deze zijn volgens mij ook 5 euro, ja.
En dit is wat mij betreft de tijd om alvast kerstcadeautjes te kopen. Dus dat deed ik ook. Het is een mok met daarop een ingrediëntenlijst voor een gingerbread latte. Dus je kan het gelijk hierin maken. En dan zit er dus een, ik weet eigenlijk niet wat erin zit, een iced gingerbread cookie. Oh, een scented handcream. Oh, het zijn gewoon twee scented handcreams. Ik dacht dat het iets anders zou zijn. En dus een vormpje van een gingerbread. Ja, ik vind dit zulke leuke cadeautjes om te geven. Dit is echt heel cute. Dus ik nam er twee mee. Dan heb ik hier tas nummer 2. Dit kocht ik bij de Intratuin. Ik kocht deze cadeaudoos voor een fles drank. Gewoon heel erg leuk om onder de boom te leggen. Als je aan iemand dus een fles alcohol geeft. Of geen alcohol. Dit was oprecht niet de bedoeling. Maar Leo wilde hem heel graag. En toen dacht ik, ja, ik vind hem stiekem eigenlijk ook wel echt heel erg leuk. Ik heb vorige keer ook een kussen gekocht. En als je die twee bij elkaar ziet, is het echt heel erg leuk. Het is een kerstboom en er zitten dus glittertjes in. Maar hij is 17 euro. Ja, 17 euro voor een kerstboompje. Ja, eigenlijk niet normaal. Nog een cadeautje wat ik alvast kocht is een, ja, wat is het eigenlijk? Een snowball house. En het is dit. Dit zag er gewoon echt heel erg leuk uit. Het zijn drie bruisballen voor in bad. Achter het deurtje zit er nog één. En het zijn dus penguins. Maar ik vond dit ook zo leuk. Het zit er echt op. Theeballen. Tenminste, ik gok dat het iets van theeballen zijn. Three hot toddy bombs. Het zag er heel lekker uit. Ik weet niet wat dit kostte. 9 euro? Oh mijn god. Oké, dat vind ik wel veel. Weet je, ik zat zo in die kerstvibe en ik vond alles zo leuk dat ik het gewoon in mijn wagentje heb gedaan. En toen dacht ik, ja, nou, ik had het heet. Deze, die staat ook al heel lang op mijn wishlist. En telkens als ik bij de Action ben, of nee, bij de Xenos, dan vergeet ik het. En nu was ik hier en ik dacht, neem het gewoon mee. Ik vroeg aan Leo, moet ik deze meenemen of moet ik hem terugleggen? En hij zei, meenemen. Dus ik heb naar Leo geluisterd. Het is een notenkraker zeep dispenser. Dus dit is zo leuk. Voor in de keuken. Waarom gaat mijn Siri weer aan? Hou op, Siri. Wat aardig dat je dat zegt. Het is in ieder geval een notenkraker. Ja, ik vind dit echt leuk. En dan een kerstmok. Ja, ik mag het eigenlijk niet meer kopen van mezelf. Maar ik heb er vorig jaar een heleboel weggedaan die ik echt al eeuwen had. Waarvan de print eigenlijk eraf was. Dus ik dacht, eentje mag wel. En deze komt dus met een dekseltje. Nou, dit is toch het einde. Ik kon dit toch niet laten liggen. En deze was 7 euro. En kijk, als je dat dan voor je ziet zo, als decoratie in je keukentje. Dat is toch leuk? Of gewoon bovenaan. Toch? Ik heb ook gekeken of er dan ook nog een mok hieronder kan. En dat kan. Nu wil ik eigenlijk volgende week weer terug. Want zo werkt het bij TK Maxx. Dat je de hele tijd terug moet komen. Maar als ik dat elke week ga doen, dan gebeurt dit elke week. En dat moeten we niet hebben. Oh, ook nog drie keer inpakpapier. Wacht, komen we erbij? Kijk hoe mooi. En hier zit dus echt van dat glittersneeuw op. Hij voelt ook heel zwaar. Er staat ook op dat het heavyweight is. Oftewel, je plakband blijft niet plakken. Want het is dus glitter. Maar ik vond dit zo mooi in combinatie met dit. Oh ja, onder de boom. En deze die matcht daar dan weer heel erg goed bij. En ik kwam deze later tegen bij de Primark. Dit is wel echt heel crappy papier. Maar goed, weet je, dat was het. Ik pak net voor een TikTok de meest geweldige kaars ooit uit. Kijk wat ik gekregen heb. Oh, en kijk mijn huis. Oh my god, dat was nodig, hè? Nou, het was best wel smak, ja. Maar moet je ruiken? Oh, maar dat is een echte mama kaars. Nee. Zo, ja, een mama kaars. Ik ben ook mama. Oh ja. Fantastisch. Hij ruikt echt. Jullie moeten het eens ruiken. Ja, dit is echt. En als je een bedrijfje wil supporten, want zij doet het helemaal alleen. Labels maakt ze ook allemaal zelf. Ja, dit is echt geweldig. Ja. Kijk dan die details op die boompjes. Ze hebben ook echt raampjes. En die rode en gele dingetjes. Ja. Die balletjes. Ik ga zo meteen, nou ja, eigenlijk nu weer mijn moeder naar de garage brengen. Want de auto die was, nou ja, niet stuk. En dan is het alweer tijd om de kinderen te halen. Ja, dit is echt wel heel chill. Mijn baby's zijn weer thuis. Hoi, baby's. Nee, baby's. Wij hebben toch geen baby's. Zijn jullie baby's? Nee. Nee? Wat zijn jullie dan? Grote kindjes. Grote kindjes. En Leo dan? Leo, ben jij baby? Ja. Ja? Heb ik één baby en één groot kindje. Wat zijn we aan het kijken?
Mario. We hebben Mario de film gekocht op Prime en ze zijn, nee, op Disney. En ze zijn helemaal verslaafd. Ze zitten er helemaal in. Ik vind ze schattig. Zo'n leeftijd dat ze nu films kunnen kijken. Revi kwam thuis en hij begon er gelijk over. Hij wilde hem eigenlijk vanochtend afkijken voordat hij naar school ging. Maar dat ging niet. En het huis is weer lekker opgeruimd. Lekker gedweld. Helemaal lekker. Had je gezien dat het opgeruimd was? Ja? Nou, ik ga ze niet meer storen.